Hallo allemaal, mijn naam is Warda Hondema en ik geef muziek op het Leeuwarden Lyceum. Normaal gesproken probeer ik altijd zoveel mogelijk langs te komen om vragen te beantwoorden, maar dat is dit jaar natuurlijk wat lastiger. Daarom geef ik even een korte presentatie wat je kan verwachten bij muziek. Daar heb ik even een PowerPoint voor gemaakt en die ga ik jullie even laten zien. Muziek in de bovenbouw. Waarom zou je muziek kunnen kiezen? Nou, uiteraard als je heel veel plezier hebt in het maken van muziek. Je kan het als voorbereiding op je vervolgstudie kan je het gebruiken. Maar je ook leert bijvoorbeeld presenteren. Dat is voor nu of voor later bijvoorbeeld handig. En ook uiteraard je persoonlijke vorming komt aan bod bij het vak. Nou, er zijn meerdere studies waarvoor je muziek kunt gebruiken. Uiteraard als je naar het conservatorium gaat als uitvoerend muzikus, is het heel handig dat je wat weet van de geschiedenis, dat je wat weet van het notenschrift. Je kan docent muziek worden, maar ook op de popacademie of de rockacademie terechtkomen. Ook musicalopleidingen vragen tegenwoordig veel notenkennis eigenlijk terug. Dus ook daar is het handig voor. Of als je de geluidstechniek in zou gaan willen. Maar ook studies waar je misschien minder bij van zou denken. Als je de PABO wil gaan doen, dan is het heel handig dat je al wat voorkennis hebt van muziek. Dan krijg je namelijk ook het vak. Ook veel studies, sociaal-pedagogische studies, komt het eigenlijk allemaal aan bod. Creatieve therapie. Al dat soort vakken zijn handig als je in ieder geval bezig bent met muziek. Wat krijg je in die bovenbouw nou te doen? Nou, als allereerste, we spelen natuurlijk heel veel. We gaan één hele les gaan we bezig met praktijk. Dus je mag een instrument uitkiezen. Als je al een instrument speelt, kan je die meenemen. Ook op school hebben we meerdere instrumenten staan. En in die lessen gaan we gewoon leren samen spelen. Maar ook stukken misschien wel, als je dat fijn vindt, individueel spelen. Nou, één les hebben we muziektheorie. We werken met het boek Intro. En in deze lessen gaan we kijken naar het notenschrift. We gaan kijken naar muziektheorie. Maar ook gaan we luisteropdrachten doen. Dat wordt met een ander woord solfège genoemd. En naast dat we zelf muziek gaan maken, probeer ik ook ieder jaar, is dit jaar wat lastig geweest, maar ieder jaar gaan we concerten bezoeken. Zowel klassiek als popconcerten proberen we altijd langs te gaan. Nou, differentiatie. In een muziekklas heb je vaak leerlingen die nog helemaal geen ervaring hebben, maar ook best wel vaak leerlingen die veel meer ervaring samen hebben. Dus we proberen altijd op eigen niveau de les aan te bieden. Je leert bijvoorbeeld samenspelen. Muzikaal leiderschap, dus je gaat ook een keer zelf een band leiden bijvoorbeeld. Hoe is het nou om bandleider te zijn? Als je het leuk vindt, kan je ook zelf stukken leren componeren of stukken zelf schrijven. En je kan meerdere instrumenten kan je jezelf breed op gaan ontwikkelen. Dus als je één instrument bijvoorbeeld al heel goed kan, kunnen we kijken welk instrument zou je nog meer op willen ontwikkelen. Nou, we werken met clusters bij muziek. We hebben de groepen HAVO 4 en VWO 4 samen neergezet. Dus mochten jullie op school komen, dan kom je in een combiklas. Je hebt 2 uur in de week heb je muziek. Die uren proberen we aan elkaar te koppelen, dat je niet te vaak naar het lyceum hoeft te fietsen. Je hebt 1 uur in de week heb je theorie en 1 uur in de week heb je praktijk. In jaar 1 hebben wij 2 concerten waar we naartoe werken in de praktijklessen. En in de voorexamenklas, HAVO 5 en VWO 5, HAVO 5 natuurlijk examenklas, werken we toen naar 1 concert. En degenen die VWO doen, die krijgen nog een keer een concert, maar ook die hebben nog 2 uur muziek in de week. Nou, tot slot, mocht je het leuk vinden om muziek te kiezen, zou ik dat zeker doen. Als je er interesse in hebt, is het een hartstikke leuk vak, denk ik. Ook als je nog helemaal geen instrument speelt of nog geen enkele kennis hebt, is het mogelijk om het vak te volgen. Je zal misschien in het begin wat tijd meer kwijt zijn, omdat je het notenschrift bijvoorbeeld nog moet leren, terwijl het vaak mensen uit de klas dat al wel weten. Maar voor iedereen is het mogelijk om muziek te gaan kiezen. Ik hoop dat jullie een klein beetje daardoor meer weten van het vak. Als jullie vragen hebben, mijn mailadres is whommema@pj.nl. Je mag mij altijd vragen stellen. En als er vragen zijn, dan hoor ik het heel graag.